Ja, dit is een boerenmondkapje. Dit is nog van de Veluwe waar ik woon vanaf kom. Ze kunnen gelukkig nog lachen. Maar ook de familie Schiefmacher is aan huis gebonden. Tatoeëren zit er niet meer in. Het is een absoluut contactberoep. Je zit niet op anderhalve meter, je zit met iemand voor je. En ja, dan kun je wel zeggen van doe een mondkapje op of doe een paar handschoenen aan, maar dat is niet te doen. Dat is te dichtbij. En dus wordt dit niet meer gedaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kappers staan Schiefmacher en zijn vakgenoten niet op de lijst van beroepen die in aanmerking komen voor compensatie. En dan blijkt in één keer dat op die loketten dat we in een groep zitten tussen de paragnosten en de astrologen, de toiletjuffrouwen en de hondenuitlaters en de sekslijnmedewerkers. En dat we dus niet in aanmerking komen voor enige steun op dat gebied. Dat is wel heel vreemd voor een beroepsgroep die alleen in Amsterdam al 200 shops kent. En dat vindt ook Peter Quint, Tweede Kamerlid van de SP. Beste Henk. Beste andere vrienden van de ondergetekende lijven. Mijn naam is Peter Quint, ik ben Kamerlid voor de SP. En ik stuur deze video niet alleen om jullie een hart onder de riem te steken. Want het is natuurlijk een ongelooflijke klote tijd waarin je je zaak hebt moeten sluiten. Waarin je inkomsten in één keer wegvallen. Dat is super moeilijk. Maar ook om te zeggen dat we jullie in Den Haag niet vergeten zijn. Als SP zijn wij ervoor aan het knokken dat jullie net als bijvoorbeeld kappers of andere zaken die hebben moeten sluiten, gewoon dezelfde ondersteuning krijgen als andere ondernemers. Want wat hoor jij van andere tatoeëerders dan in Amsterdam? Ja, die zijn allemaal wel een beetje in paniek. Die hebben allemaal, die hebben vooral de mensen die de shop-eigenaar zijn, die hebben huur die doorloopt. En degene die op wat duurdere afspraken zijn allemaal afgezegd. Je internationale gebeuren sodemiet het ook in elkaar. Het hele toerisme ligt op zijn reet. Dus het is me nogal niet wat. Maar Henk zou Henk natuurlijk niet zijn om positief te blijven denken. De crisis zorgt ook voor een onverwacht voordeel. Het rare aan mij is, ik ben zo'n sociaal mens. Ik mis mijn café zo ontzettend. Ik ga altijd bij Hesper een borreltje drinken. Ik drink nu niks thuis. Ik begin zelfs al schrikbarende kilo's af te vallen.